We zijn in Vapiano op de Nieuwe Markt in Groningen, waar Kai Sierhuis, Mike de Wierik en Bart van Hintem altijd een dag voor de wedstrijd gaan eten om de volgende dag goed de wedstrijd in te kunnen gaan. Allebei? Beetje pittig. Met welke? Linguine. Linguine en? Doe mij maar smaak. Mag ik jij even nog dit mooi maken? Ja, is goed hoor. Als je op jezelf woont, ga je toch net even iets vaker de deur uit om te eten dan dat je thuis eet. Zij willen allebei pollo picante met linguine. Ja. Nog extra dingen? Of, Nee. En ik wil graag een gambaretti en spinazie met extra gamba's, ook met linguine. Zeker, even maken. Top, dankjewel. Wat is jouw favoriete gerecht hier? Mijn standaard is eigenlijk altijd een beetje kip met een beetje pikant erbij. Dus ik hou wel van lekker pittig. Dus dan kan ik daarna dag en na extra gas geven. Ik denk, ik weet niet zeker meer, maar dat het zo is gekomen dat ik met Mike aan het PlayStationen was, zeg maar. Dat we allebei FIFA aan het spelen waren. En dat een van ons twee toen heeft gezegd van, zullen we straks gewoon eventjes eten bij Fabiano, dag voor de wedstrijd. Ja, zo is het een beetje geboren en toen sloot Bart al snel aan, omdat Bart ook vaak bij Mike was begin dit seizoen. En Django is nog even aangesloten, alleen die is ook weer snel afgehaakt. En nu gaan we bijna wekelijks met z'n drieën even eten. Of als een van onze vriendinnen erbij is, gaat die ook gewoon mee. Maar dan moet ze wel mee met het vaste groepje, zeg maar. Hoe belangrijk zijn de koolhydraten een dag voor de wedstrijd? Ja, heel belangrijk. Natuurlijk toch een goede maaltijd hebben om te kunnen presteren. Voor de wedstrijd wordt vaak goed gegeten. De dag voor de wedstrijd is ook heel belangrijk. Dus daarom probeer je toch altijd pasta te eten hier. Top man, dankjewel. Smakelijk. Goed, dankjewel. Tevreden? Tevreden. Lekker, Mikey. Sierhuis, de Wierik en Van Hintem maken zich op voor de bekerstrijd van donderdagavond tegen FC Utrecht. De wedstrijd die om 6:30 begint. FC Groningen won de beker in 2015. Toen speelde de Wierik nog bij Heracles Almelo. Heb jij al eens een keer een bekerfinale meegemaakt? Ja, dat wel. Alleen ik heb hem helaas niet gewonnen. Ik heb ook niet gespeeld. Ik zat de hele wedstrijd op de bank. Dat was Heracles tegen PSV. En die hebben eigenlijk vrij kansloos verloren. Maar het was wel een dag om nooit te vergeten, ondanks dat we niet gewonnen hebben. Maar het was wel een hele happening. Wat verwacht jij dan van komende donderdag tegen FC Utrecht? Ik denk dat beide clubs eigenlijk niet blij zijn dat ze elkaar geloot hebben in dit vroege stadium van de bekertoernooi. En het zijn toch beide clubs die graag verder willen komen in de beker en die ook ver kunnen komen, denk ik. Het zal gewoon een zware pot worden. En natuurlijk hebben we vorige week met 1-0 verloren van Utrecht in de competitie. Alleen ja, dat was een gelijkwaardige wedstrijd. Hè. De eerste was voor Utrecht, de tweede was voor ons. En we gaan gewoon volle bak voor de volgende ronde. En ik heb er vertrouwen dat het goed komt. Bart van Hintem speelde met PEC Zwolle twee finales. Hij verloor in 2015 de eindstrijd van zijn huidige club. Maar slaagde er een jaar eerder wel in te winnen van Ajax. Ja, dat is denk ik de mooiste wedstrijd uit mijn carrière. De bekerfinale die we wonnen van Ajax. Dus ik ben vol voor de beker, ja. Ja, want FC Utrecht komt er dan aan voor de beker. Hoe moet je dan zo'n wedstrijd ingaan? Als je weet, het gaat over één wedstrijd. Nou ja, het is heel simpel. Je moet alles geven natuurlijk. Wordt een hele moeilijke wedstrijd. Maar het is, je wint of verliest. Dus je moet er gewoon 90 minuten vol tegenaan. Misschien nog wel iets meer. Maar het is de kortste weg naar Europa. Dus in principe hoef je nog maar 4-5 wedstrijden te winnen. En dan sta je er al.